Het project heette de Virtual Knowledge Studio Collaboratory. Het bestond eigenlijk uit twee projecten. Het eerste project was het opzetten van een online samenwerkingsomgeving. Het tweede project is kijken naar hoe online samenwerken binnen die omgeving werkte. We hebben geprobeerd aan het begin van het project af te spreken. Jongens en meisjes, we gaan nu alles in het collab doen. Niks meer daarbuiten. Dus een soortement dictatuur van de technologie. Om te proberen in ieder geval overeenstemming te bereiken over hoe je moet samenwerken. Anders dan wordt het natuurlijk een rotzooitje. Daar is dus een initieel rapport gemaakt door twee studenten. Die hebben iedereen geïnterviewd en gekeken naar hoe de werkroutines in elkaar zitten. En hebben ook gekeken naar de meest wenselijke opbouw van het collaboratory. En toen hebben we gekeken hoe dat werkt en hoe we dat zo goed mogelijk konden faciliteren. Dit is de hoofdpagina met hier een kalender, het nieuws. En hier zijn de teamsites. Dit zijn de verschillende onderzoeksgroepen die er op dit moment zijn. Dit is een van de belangrijkste onderdelen. Hier wordt samengewerkt aan het boek. En het is een van de meest intensieve samenwerkingsvormen op dit moment in het collab. Waar onderzoekers over het algemeen tegenaan liepen, dat was dat ze van verschillende media gebruik maakten om samen te werken. Dus ze gebruikten e-mail, ze gebruikten verschillende platforms. Nou, we hebben daar een interessante oplossing voor gevonden. Want in het collaboratory wilden wij de documenten op één plek hebben. En ook alle versies. Zodat je geen misverstanden meer krijgt over wie nou op welke versie commentaar levert. En de truc was dat we dus in de e-mail niet het document opnamen, maar de link naar het document in het collaboratory. Dus op die manier hebben we geprobeerd de gewoonte die iedereen heeft om e-mail te gebruiken te combineren met de voordelen van het collaboratory. Met een eenduidige documentstructuur waar onderzoekers dan makkelijk naar kunnen verwijzen. Je ziet eigenlijk in zo'n virtuele omgeving zie je hetzelfde als in de werkelijkheid. Als mensen samenwerken moet je goede afspraken maken over hoe je dat doet. Een tweede punt is dat collaboratories hele verschillende werkstijlen moeten kunnen accommoderen en ondersteunen. De mensen werken nu eenmaal verschillend, voor een deel omdat ze een verschillende achtergrond hebben. Maar ook verschillende voorkeuren, de manier waarop mensen schrijven varieert enorm. Dat moet je moet niet wat dat betreft één stijl laten domineren boven de andere. Dus in die zin, laat vele bloemen bloeien. Dat is denk ik het goede uitgangspunt voor een vruchtbaar collaboratory omgeving.